ook soms niet dat ik dit soort dingen eigenlijk iets vaker doe. Gewoon. Oké, shit just got real. Dit zijn dus gewoon echte, hè? Kijk ze staan! Zo, goedemorgen. Het is vandaag vrijdag. Ik ben een beetje overbelicht volgens mij. Nee. Ik word echt net wakker. Ik ben nog een beetje moe. Ik ben een beetje aan het slapen. Ik ga even een flesje maken voor Lola. Want ik moet zo naar de tandarts. We hebben, like usual, weer een beetje haast. Dan denk ik, ik zet mijn wekker iets vroeger. Dan heb ik alle tijd en toch op een of andere manier ben ik altijd weer aan het haasten in de morgen, in de ochtend. Ik lukt nog niet heel goed dat eten. Gaat wel steeds beter hoor. Dus ik hoop in de volgende vlog dat ik kan laten zien dat ze gewoon lekker wat meer mee eet. Oké. Klaar ontbijtje voor Lola en een banaan voor mij bij gebrek aan tijd. Ik vind het altijd fijn dat ik mezelf eerst heb aangekleed voordat ik haar wakker maak en het hele deeltje met haar ga doen. Dus ik ben lekker al aangekleed. Maar hoe druk ik het ook heb, of hoeveel haast ik ook heb, of als het weekend is, maakt niet uit. We starten altijd de ochtend op, zo in bed. Ja. Gewoon lekker rustig beginnen en gewoon lekker chill. Het is een mooi momentje om de dag te beginnen. Moet je even kijken. Hallo. Hallo. Ik weet trouwens echt niet wat ik dacht toen ik zwanger was. En ik allemaal spierwitte kleertjes ging kopen. Want dat blijft natuurlijk nooit wit. En oh, zo niet handig. Kijk. Dit ook is een hartstikke leuk shirtje van de Sarah. Allemaal wit. En dan heb ik een heel lief schattig broekje erbij. Ook spierwit. Ja, maar ja, jij houdt het helemaal niet wit, hè? Nee. Alle mommies to be, koop praktische kleding. En niet alleen maar dat je denkt, oh wat schattig, wat leuk. Wit, jurkjes, dingetjes. Nee, is niet handig. Wat ben je mooi. Oh, wat ben je mooi. Ik ben heel benieuwd hoe lang je dit wit gaat houden. Lola die eet nog steeds niet, geen fruithapjes met een lepel. Maar zo gaat het prima uit je zakje. Zolang ze het maar zelf kan doen. Je bent een beetje eigenwijs. Je bent een beetje eigenwijs. Het is zondag en we gaan lekker lunchen. En Dominique is hier. Woep woep. En Lolly is also in the building. Hallo. Ik zing je handjes. Hoogste roze bloemetje. You can sit with us. Goedemorgen, het is vandaag maandag en Dominique is er nog, die is even naar paardrijden en ik ga eventjes met Lola naar het strand rijden, denk ik. Het is mooi weer en ik wil lekker naar buiten. Ik ben eigenlijk maar gewoon een stuk gaan rijden. En nu ben ik dus hier aangekomen. Dit is de Alto Vista. Je bent gearriveerd. Dus ik denk dat ik nu hierheen ga. Soms niet dat ik dit soort dingen eigenlijk iets vaker doe, gewoon ergens heen rijden, want de mooiste plekjes zitten toch vaak wel verstopt en dat is niet waar je zo 1, 2, 3 gelijk kan komen. Ik zie nu allemaal een soort squats of zo mijn kant op rijden komen en ik heb niet het idee dat ze mij zien. Oh my god. Goedemorgen, we zijn hier twee baby tv aan het kijken. Ik kan die liedjes ondertussen echt niet meer horen. Goedemorgen. Ontbijt is spinazie met banaan, avocado, amandelmelk en water. En dan doe ik altijd nog een beetje chiazaad, lijnzaad en havermout over. Zo, we zijn ondertussen in Oranjestad. Ik ga met een vriendin naar Renaissance Eiland. Dat is waar al die flamingo's zijn. En Lola is met Danny thuis. Dus het is heel erg lekker. Mommy time! Let's go! So, Loes, welkom in paradise.
Okay, shit just got real. Dit zijn dus gewoon echte, hè? Kijk ze staan. Dit is wel echt heel tof. Ik ga eindelijk na 2 weken Melinda uitlezen. Hashtag momlife. Dit is zo mooi. Dit is echt een paradijs. Volgens mij weet niemand dat dit hier ziet, want het is... Kijk hoe mooi. Welkom in paradise. Oh, dit is echt heerlijk. Ik ga hier de rest van de dag blijven liggen, denk ik. Je weet dat dit de leven is. En je weet dat het nog even duurt. Zolang het er nog eten is. Dan geniet ik ervan. Elke dag.